Als het goed is, zijn we weer online. Het zou nu een stuk beter moeten gaan. Sorry voor de fucks up en dat soort dingen. En sorry voor mijn taalgebruik. Template is ook niet helemaal je van het. Snel even wat in elkaar gezet, maar we kunnen in ieder geval verder. En ik hoop dit keer zonder te veel framerate droppen. Ja, dat ziet er wel iets beter uit inderdaad. Ik heb nog maar twee streepjes, ik weet het Mario, ik weet het. Kijk, dit ziet er een stuk beter uit. En dankjewel Kapiel. Die poster is echt vet. Audio van de game ietsje zachter. Dat kan ik wel regelen, even kijken. Oh ja, ik moet het niet doen. Ietsje zachter nog. Oké. Is het zo wat beter? Femde, ik hoor niks. Nee! Oké, zo is het beter. Mooi zo. Dan kunnen we nu eindelijk verder. Even kijken, hier had ik volgens mij helemaal niks meer te zoeken. Niet enige. Nee. Nee, ik moet gewoon echt naar de... Ja. Ik gebruik een Hopuck HD PVR. En ik kan niet wachten tot ik eindelijk de tweede variant heb. Want die kan namelijk over HDMI streamen. En dat heb ik bij de Wii nog niks aan. Maar het komt wel met de Wii U. Even googelen. Ja, dat is een goed idee. Maar ik heb zijn kaartje op. Oké. Ja, laat het maar doen. Dan kan ik niet naar de stad gaan. Ja, Mario, ik mis ze ook naast mij. Ik wil ze hier ook hebben. Ik wil ook... Ziet hij zelf eerst met de lucht in, hè? Ja, Mario, ik weet hoe het voelt, man. Ik moet ook zeggen, ik heb wel weer enorm zin om zelf samen met Shanti, Daisy en nog twee anderen, die jullie volgend jaar wel gaan leren kennen, heb ik wel echt weer zin om zelf nou ook een marathon te doen, want... Jezus. Ja, Daniel, dat is sowieso. Ja, dat weet ik. Ja, dat snap ik. Midna, ik ben niet retarded ofzo. Kom op. Nu ben ik 13, dus een beetje te jong. Ja, dat klopt mee, hè. Iedereen doet het weer op een andere manier. En ik vind het eigenlijk veel fijner om de game groot te laten zien, want dat uiteindelijk toch is waar het om gaat. Buiten dat, ik ben er mijn eentje, dus waarom zou het groot beeld moeten zijn? Ik bedoel, je computerscherm mag niet van barsten en zo. Dus. En, nee, killer, gelukkig ben ik niet retarded. Kinda-ish. Geval. Wacht. Pak gewoon mijn paard. Daniel. Als ik het zo had gebracht, dan had ik waarschijnlijk ook niet aan een Zelda-marathon mee kunnen doen. Je moet wel weten hoe het moet brengen, hè? Dat is niet tegen de muur op rijden. Stom paard. Ik had
thuis. Ja, ik wil natuurlijk even naar mijn gouden hondje toe. Auw. Normaal. Ah, dat ja. Shoulder pack, kijk die wil ik leren. Aha. Trouwens, ik ga het alvast even excuseren. Mijn cam staat 1,5 tot 2 seconden voor op het beeld. Op de een of andere manier zit er een delay in, wat op zich best logisch is. Maar ik moet die delay er nog een beetje uitzien te werken. Als iemand mij daarbij zou kunnen helpen, zou het echt awesome zijn. Hey Oxy, jij ook hier? Gezellig. Super, we krijgen de hele community weer gewoon in één keer bij elkaar, zeg. Geweldig. Ja, met jou. Dus je zult van... Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, Rick. Je hebt gelijk. Ik moet er alleen nog even goed naar zoeken hoe ik waar wat en zo. Zonder mij was natuurlijk niks, hè? Nee, dat is waar. En volgen, dat is mooi. Ah! Ik let veel te veel op de chat. Is niet goed. Oh, ja, hoe was het ook al? Ik moet wel echt naar Zora's Domein, maar... Het is echt te lang geleden. Niet zeggen, nee, het was gisteren nog. Ik heb maar een heel klein deel van TP zien. Misschien kun je het zetscherm ook naast de tv zetten. Daniel, nou wat ik eigenlijk van plan ben is om mijn tv naast mijn computerscherm te zetten. Rick, je kan een mailtje sturen naar gamersmeteenhart@gmail.com. Ik zal dan persoonlijk contact met je opnemen en ik zal zorgen dat we in ieder geval iets van een schema of zo voor elkaar krijgen. En dan kunnen we kijken of we gewoon door de hele week wat streams kunnen doen. Oh. Lekker opgelet. Woehoe. Daar gingen de roepies. Ja, Zurk. Jij hebt al een testje gedaan net. En ja. Nou, jij hoeft je niet meer aan te melden hoor. Ik heb jou ook op Skype, dus het is goed. Nu is het nog slachtig gekomen. Ja, ZRMI, als je 2 chats volgt, stuur de ene chat dan gewoon hierheen, want hier hebben we beeld. Daniel, dat zou zomaar kunnen. We never know. Ja, daar heb je zoiets voor als bijvoorbeeld chip in. En ik heb nog steeds echt... Games met je hot. Beste street community van Nederland. Met een hart inderdaad. Maar guys, ik ben een beetje verdwaald. Nou ja, niet verdwaald, maar... hoe kan ik ook alweer bij Zora's Domein? Want ik kan die grote vogel kan ik niet ophalen. En ik heb geen idee. Vraag een rommels op een master. Oké, dag mam. Dank dat je lang nog heel even bent gaan kijken. Super tof. Ik vind echt dat we toch nog 17 views hebben. Dat is gewoon meer dan mijn gemiddelde stream. Dat is
echt een wat een F-momentje. Kijk naar de papegaaien, maar die praat niet met dieren, toch? Die vliegt, ja. Dat snap ik. Leuke Daniel. Niet naar zo'n mij. Nog een maand heb je 150 views per keer. Laten we het hopen, Mario. Dat zou echt episch zijn. De barnotters leest zeker een soort. Je moet naar beneden zwemmen, ja, maar... Daniel, ik heb nog geen Zora tunic. Die moet ik krijgen bij Zora's domein. En om dat ding op te blazen heb ik waterbombs nodig. En die heb ik ook nog niet. Ik moet volgens mij het zoontje van Queen van de Rutos moet ik vinden. En dan moet ik op de een of andere manier bij Zora's domein komen. Maar ik heb echt geen idee meer waar, hoe, wat. Het is echt te lang geleden. Ja, Daniel, het is voor mij 4,5 jaar geleden, denk ik. De laatste keer, ja, nog wel langer, denk ik zelfs. Want ik weet inderdaad, hier, als je hier naar beneden gaat, dan kom je bij die, dan kom je bij de tempel ook, dan moet je kunnen zwemmen. Dit is een leuke rondje doelloos Twilight Princess spelen. Maar jij doet het zonder walkthrough. Ja, ik ben er eigenlijk grotendeels op tegen dat je een walkthrough gaat doen. Ik vind eigenlijk, ja, en niet ten nadele van Zelda Marathon NL, by the way, hallo trouwens, maar walkthroughs vind ik eigenlijk, is een beetje voor mensen die niet een spel kunnen uitspelen. Sorry als ik nou iemand heb beledigd, maar zo zie ik het gewoon. Ik zie daar wel iets, is dat niet zo'n, wat zit daar? Klim er eens op, jij! Is dat niet Emiel? Ga er eens op! Stom ding! Ik loop wel onder. Jij bent best een beetje het spel uitvinden. Ja, nee, dat blijft bij. Het is hetzelfde. En dat is misschien nog wel het meest verontwaardigende. Maar ik heb echt hetzelfde met League of Legends. Veel mensen die gebruiken een beeld. En ik ben er eigenlijk gewoon op tegen. Gaan we even, ja, die kan niet verslaan. Oké, dat dacht. Gewoon, ik weet niet, gewoon het principe ofzo. Maar ik ben daar gewoon op tegen. Guys, ik heb trouwens nog steeds directions nodig, want ik weet nog steeds niet. Is er iets op? Oké. Moet je de tempel in? Nee, ik moet eerst mijn Zora tunic zien te krijgen. Anders kan ik überhaupt die tempel niet in. Als ik Zora tunic heb, moet ik dan ook nog terug naar Kikuriko voor waterbommen. En dan pas kan ik de tempel in. En dat tel maar. Zora naar Kikuriko. Oh, is dat serieus? Zit die in ka... Oh, kan ik weer terug de lucht in geblazen worden. Leuk. In ieder geval, dankjewel. Dankjewel voor de hulp. Dan kan ik in ieder geval weer een tijdje verder, want die watertempel, dat, nou, dat wordt geen eitje, maar dat vind ik zelf wel uit, dat ga ik niet vragen. Heb ik de eerste keer ook gedaan, ga ik nu ook weer doen. Oké, Daniel, geeft niks, tof dat je er was. Maar tot morgen. Ja, Daniel. Laat ik het zo zeggen, als mijn
ik zou gaan werken bij een vriend van mij, want het is eigenlijk mijn vrije dag morgen. Ik zou werken bij een oom van een vriend van mij, want ik kan het geld best goed gebruiken. Mocht dat niet meer doorgaan, ben ik een